Het begon ongeveer 1,5 jaar geleden. Eigenlijk gewoon met simpel niet meer kunnen hardlopen of struikelen op rare momenten. Mijn spieren die begonnen te trillen. En na een aantal weken dacht ik van, nou, dit is toch niet normaal. Toch maar even langs de huisarts. En dan ga je door naar een neuroloog. En dan komt hij heel snel al een antwoord dat het verkeerd is. Ja, want het is dus ALS en het gaat heel snel. En dat is ook de reden waarom jullie nou een actie zijn gestart. Wat houdt de actie van jullie in? Van rolstoelbus. Omdat ik gewoon niet meer mobiel ben. Ik rijd in deze dagen een elektrische rolstoel. En ik kan gewoon niet meer mee in onze auto. Het is dus echt heel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zo snel en zoveel mogelijk geld gaan storten. En hoe kunnen mensen actie ondernemen? Nou, dit staat op de website www.eenbusvooriesbeeld.nl. En via die website word je doorgestuurd naar een Dream or Donate. En vanuit daar volgt het automatisch.